De dijk in Koroni begint een toeristische trekpleister te worden. Dagelijks komen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen op de dijk om te verpozen en te genieten van de rode ibissen en flamingo's die in zwermen langsvliegen. Af en toe piepen er wasberen uit de bossen of nemen een bad in de zijtakken van de rivier. Districtscommissaris van Koroni, Michael Winter, wil het geheel gebied aantrekkelijker maken door kleine ondernemers de gelegenheid te geven om hapjes en drankjes te verkopen aan de bezoekers. We hebben in planning om een paar standjes, sowieso een stuk of 15 daar te plaatsen en te verhuren aan de mensen, want u ziet het, u bent zelf geweest. U heeft gezien dat de mensen daar in het open lucht staan, de zon is fel, het is verschrikkelijk hier deze dagen. Dus we zijn van plan om het nog toeristisch vriendelijker te maken. De DC is ook van plan om een hefboom over de weg naar de dijk te plaatsen en tol te heffen, zodat het commissariaat eigen inkomsten genereert. We hebben een mine in planning om een hefboom daar te plaatsen en een kleine bijdrage voor onze kas. Want zoals u weet hebben we geen geld, dus als we een chinsan kan komen in de kas is het ook meegenomen. Heeft het plan al klaar? We zijn daarmee bezig met onze adviseur en mijn stootgroep. Districtscommissaris Michael Winter. Hij wil de dijk van Koroni aantrekkelijker maken voor toeristen. De dijk trekt op dagbasis tientallen bezoekers aan.